Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik neem jullie weer mee door de hele week met boodschappen. Het is allemaal weer binnengekomen. Het is vandaag maandagmorgen, de eerste dag van de zomervakantie. En we hebben dus 4 kinderen en 2 volwassenen voor een volledige week. Dus ik heb best wat moeten bestellen. En dat merk je ook gelijk, want mijn aardappel ligt helemaal vol. En er ligt niet eens alles erop. En ik ben een aantal dingen vergeten te bestellen, maar goed. Het is dus bezorgd door de Jumbo en het was bij elkaar 125,80 euro uit mijn hoofd. Als het anders is, plop ik het hier neer. Dus, zoals altijd zet ik onder in de beschrijving neer wat wij ongeveer per dag gaan eten. Ik heb nu niet echt een vaste dag per maand dat ik in gedachten heb. Ik ga gewoon kijken waar we die dag zin in hebben. Maar ik zet het wel op die manier even in de beschrijving met eventueel de linkjes naar de receptjes als die er zijn. Vind je deze video zo leuk, dan is je een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Ik heb het weer klaargelegd voor avondeten, drinken, boterham, dingen, ongezonde dingen en fruit en zo. We beginnen gewoon altijd met avondeten. We eten een keertje kip krokant schnitzels, die vallen altijd heel erg in de smaak bij ons. Met aardappelpakketjes en worteltjes met dopertjes. We eten een keertje pangasiusfilet met broccoli stampot. Aardappels heb ik altijd gewoon in de kast liggen. En dan, dat is een heel lekker receptje van de Jumbo. Ik zal zeker zorgen dat die onderin link. We eten een keertje risotto, dus dat doen we dan met courgette en een beetje dopertjes. Dit zijn gewoon diepvries dopertjes. En dan garnalen erbij en eventueel wat kip. Kan ik erbij doen als ze Fleur en Mees er meer zin in hebben. Mijn kinderen houden heel erg van garnalen, maar ik weet niet of dat Fleur en Mees het ook echt ene keer wel, andere keer niet. Dus er is een optie om het ook een beetje met kip te maken. We eten een keertje macaroni en ik zag wel dat ik de gehakt was vergeten. En ik weet niet of ik dat nog in mijn vriezer heb. Maar ik heb dus macaroni elleboogjes, kruiden, geraspte kaas en Italiaanse groentemix. We eten een keertje de kaasschnitzels. Deze zijn zo ontzettend lekker. Met kreeltjes en spersiebonen. Ik heb wel 2 bakken van de kaasschnitzels. Ik heb eentje met 4. Dit zijn er 4 en dit zijn er dit ook 4. Oh, misschien heb ik wel van 8 gedaan. Ik dacht dat kon wel op. Dat eten we een keertje. En we eten een keertje mihoen. Dus daarvoor de kip. Zoetzure saus. Mihoen. Chinese wokgroenten. En lekker kroepje erbij. En we eten natuurlijk ook een keertje friet met snacks. En het zou zomaar een keertje kunnen dat we bijvoorbeeld ergens pizza gaan halen of zo. Het is toch een beetje vakantie. Maar ik dacht, dan hebben we in ieder geval wat. Daarom zijn er een aantal dingen die wat langer houdbaar zijn. Want ik denk, nou, dat is waarschijnlijk niet zo. Dit zou je ook allemaal kunnen invriezen. En langer bewaren. De macaroni kan je ook langer bewaren. Dat ik op die manier een beetje kan spelen met wat we per dag gaan doen. Met eten. Ik heb lekker jam besteld. Want echt, jam gaat tegenwoordig ook best wel hard. Chocopasta extra en appelstroop. Want die was op. Wat hebben we nog meer? Oh, boterhamworst. Dus ook voor het brood. 2 extra pakjes. Want we hebben nog best wel wat in de vriezer liggen. Maar ik dacht, het zekere voor het onzekere. En natuurlijk een groot blok kaas. We hebben mini eierkoekjes, want die vinden ze ook heel lekker. En heel veel brood. Dus dat komt wel weer goed. Ik heb lekker taxi besteld. En ik heb blijkbaar... Ik heb de bestelling in 2 keer gedaan. En blijkbaar hebben we allebei de bestellingen 2 pakken taxi gedaan. Want ik denk dat 2 pakken taxi's in totaal wel genoeg waren. We hebben er dus nu 4. Maar ook dit is gelukkig houdbaar. Sinaasappelsap. Ik zal ook lekker 's ochtends. En een extra dingen siroop. Dat is allemaal een beetje voor het ontbijt en zo. Dan heb ik blijkbaar ook maar heel weinig fruit besteld. Alleen maar appels. Dus ik denk dat ik naast de gehakt ook nog wat meer fruit moet gaan halen. Dat is natuurlijk net genoeg voor 1 dag. We hebben bestonjekoekjes in de koektrommel. En lange vingers. Dat vinden de kinderen tegenwoordig ook weer heel erg maar lekker. En stroopwafels. Toen dacht ik, het is misschien leuk om een keertje hamburgerbroodjes tussen de middag te eten. Of broodje knakworstjes met waar ze zin in hebben. Maar dit kan ook gewoon in de vriezer. Dus ik heb hamburgers gekocht. En een zak met puntjes. We hebben knakworstjes, want het was 3 voor 5 euro uit mijn hoofd. Dus die heb ik besteld. We hebben een grote zak met chips. Allemaal verschillende soorten smaakjes. En bugles. En mijn sif was op, dus die heb ik eventjes opnieuw gehaald. En dit is met Pink Power. Dus ik ben heel benieuwd of dat het beter ruikt als de gewone. We gaan het zien. En sponsjes, want ook daarvan heb ik de laatste paar gepakt. Dus een beetje schoonmaakspullen. En dit zijn een beetje de gratis producten. Ranja, met aardbei framboos. Ik heb het idee dat dit een beetje gewoon kant-en-klare siroop is. Maar niet verkeerd. Ik ben het altijd proberen. Het is makkelijk. Deze zat erbij. De Crodino. Serveer in een koel wijnglas met veel ijs en een schaafje sinaasappel.
kunnen proberen. We kregen ook de melk met pindakaas van de Jumbo. Of melkchocolade met pindakaas. En de Milka Moments. Dus kunnen we ook gaan proberen. Wat ik niet heb laten zien is nog de Crystal Clear. Hier heb ik er 2 van. En de Cola Light, hier heb ik er maar 1 van. Dus ik heb in totaal 8 flessen Crystal Clear en 4 flessen Cola Light. Beetje met het idee dat we nu ook wat vaker overdag thuis zullen zijn de komende paar weken. Dus ook wat meer zullen gaan drinken dan. Of in ieder geval minder water waarschijnlijk. Zoals je zag was het een heleboel aan boodschappen. En ik heb het gevoel dat het nog niet eens de hele week gaat redden. Maar het is in ieder geval het avondeten en de snacks zoveel mogelijk aangevuld. Voor drinken gaan we het zeker wel redden. Maar misschien dat we nog een keer iets moeten aanvullen aan fruit of aan snoepjes of dingetjes. Maar ja, dat gaat soms best hard. Zeker met 4 kinderen en 2 volwassenen die thuis zijn. Maar voor nu was dat het voor deze boodschappenhaal. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat was, dan is hier een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!